Dan kunnen we van start gaan met ons gerechtje. We hebben natuurlijk onze duif. Deze komt uit Anjou. Wat gaan we erbij maken? We gaan twee bereidingen maken van seppen of eekhoorntjesbrood. Eén gewoon gebakken, die kleintjes, de bouchon. Die grote, dat is een tweede keus dat ik gekocht heb. Daar gaan we een crème van maken. Daarbij gaan we twee bereidingen geven van biet. De gewone biet, een mayonaise van biet of een crème eigenlijk. Ook in de saus gebruiken we het bietensap en aangezuurd met een klein beetje limoensap. Dan kunnen we van start gaan. We hebben hier natuurlijk ons duifje. Daar hangt alles nog aan. De vleugeltjes, het hoofdje en de pootjes. Deze duif die komt uit Anjou. Of eigenlijk ook waar dat de poulet de Bresse vandaan komt. Nu dat gevogelte, dat voldoet wel aan strenge eisen. Want deze duifjes die worden niet geschoten, maar gestikt eigenlijk. Wat is het gevolg eigenlijk? Die beesten die zien niet af. We hebben ook nooit bloedplekken in het vlees, wat dat veel aangenamer is voor te eten. En een wilde duif die gaat ook veel strenger smaken. Deze is veel zachter en voller van smaak. En ook een groot verschil, deze die zijn bestorven met eigenlijk alle ingewanden er nog in. We gaan ze er zelfs uithalen. Maar dat heeft eigenlijk een positieve invloed op de smaak van duivenvlees eigenlijk. Het hoofdje eraf. De vleugels. Die kunnen we zelfs in onze saus doen. Dan gaan we de twee billetjes eraf halen. Voilà. Ik heb ondertussen al een beetje ganzenvet laten smelten. Dan gaan we die billetjes nu in confijten. En dan kunnen we die straks heel even kort opbakken. En dat is lekker om het een beetje te klauwen zo. We hebben hier ons ganzenvet. Mooi gesmolten. En daar leg ik gewoon de billetjes in. We gaan dat van temperatuur net onder het kookpunt houden. Een goed uurtje, een uurtje en een kwartier en die billetjes zijn klaar. Dan gaan we verder met onze duif. Alles zit er natuurlijk nog in, dus dat moet er allemaal uit. Snij ze in. Goed trekken, dat alles er mee uitkomt. De lever en zo komt mee. En dan gaan we dat afsnijden. Deze gaat aan de kant. We gaan eerst met de vinger dat hartje eruit halen. De restanten van de longen. Het is een beetje bloederig, maar is wel fijn hoor. En dan gaan we goed spoelen. Heel belangrijk. Goed spoelen dat alle bloedresten eruit zijn. Want dat bloed dat geeft een vieze smaak. Onze duif die is gespoeld. Die gaan we een klein beetje droog deppen. We gaan er een laurierblaadje in stoppen. Dat mag hierin. Klein stukje knoflook. Dat gaan we er ook in doen. Beetje peper van de molen. En een snuifje zout. Alles zit erin. En dan gaan we deze vacuüm trekken. En dan gaan we die langzaam garen op lage temperatuur in een reuner of een warm waterbad. Kan thuis perfect, als u zo'n combi-steamer heeft, kan perfect. Zo'n duifje, 62 graden, een uur en een kwartier en als botermals. Ik heb hier al zo'n duifje vacuüm getrokken. Die ziet er zo uit. En die kan nu een uur en een kwartier in de reuner op 62 graden. Als u dat thuis niet heeft, een steamertje of een reuner of wat dan ook, dan kan u de duif nog altijd op klassieke manier aanbraden. Tweede kanten kort kleuren, laten rusten, 5-6 minuutjes in de oven en dat is klaar. Dan gaan we verder met onze bereiding. Dan gaan we eerst van start onze bieten op te zetten, want die hebben we wel even nodig. Dus we nemen een grote pot. Het water aan de kook brengen. Dan gaan we wachten tot ons water kookt en zelfs kunnen die bieten erbij. Dan gaan we verder. Hier hebben we ons eekhoorntjesbrood, de tweede keuze eigenlijk. Die zijn niet zo mooi niet meer, maar we gaan er een crème van maken. Dus dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat die smaak eruit komt. Wat hebben we daarvoor nodig? Een shallotje. Die gaan we pellen. Ons shallotje fijn snijden. Dat gaan we dadelijk aanstoven. Met die seppes. Dan
Giuseppe, dat zijn eigenlijk samen met de Morillas een van mijn favoriete champignons. Waarom? Omwille van hun uitgesproken smaak eigenlijk. Hè. Ja, truffel ook natuurlijk, maar dat is een pak duurder. Maar Seppe en Morillas vind ik persoonlijk de beste zwammen dat er zijn. Dan gaan we die kort aanstoven. We gaan starten met een shallotje. Klein beetje olijfolie opwarmen. Shallotje aanstoven. Beetje olijfolie in ons pannetje. Die gaan we opwarmen. We gaan onze shallotjes in het pannetje doen. Ondertussen kookt ons water voor onze rode bieten. Dus die gaan we er gewoon in plonsen. En die laten we zachtjes koken totdat ze gaar zijn straks. Ondertussen zijn die shallotjes goed aangestoofd. Kunnen we nu de champignons erbij doen. En nog een klein beetje olijfolie toevoegen, want die champignons zijn sponsjes, dus die pakken al het vocht eigenlijk wat er al in zit. Dan nemen we die op, anders gaat het aanbakken. Heel belangrijk dat je alles goed aanstooft, ook die shallotten, maar ook die champignons, dat al die smaken eruit kunnen komen. Dan gaan we bevochtigen met onze kippenbouillon. Dan gaan we verder bevochtigen met een beetje verse room. Dan gaan we het geheel een klein beetje laten inkoken nog. Peper aan toevoegen. Zout wachten tot straks, anders gaat het geheel nog inkoken en gaat veel te zout van smaak zijn eigenlijk. Zo, het heeft voldoende ingekookt. Dan gaan we een beetje zout aan toevoegen. Ons bindmiddel, we gebruiken agar. Die moet mee opkoken en dan gaan we die fijn glad draaien tot een crème in onze mixer. Dus de agar erbij. En die gaan we mee opkoken. Die agar heeft goed kunnen mee doorkoken. We doen alles in de blender. En die gaan we draaien. Massa, die is mooi glad ondertussen. Die gaat in een kommetje. En die kan in de koeling. Dan gaan we verder met ons duifje. We hebben natuurlijk onze duif al, maar daar geven we straks ook een beetje saus bij. Dus de twee vleugeltjes, die gaan we gebruiken. Dan hebben we nog nodig onze duivenfond, of de basis eigenlijk. We gaan starten met onze grof versneden uien, wortelen, klein beetje knoflook. Die gaan we aankleuren. Goed laten warm worden, die olijfolie. Deze gaan we goed aanbakken. Dat ze een beetje kleur krijgen. Dan gaan we straks die vleugels aan toevoegen. Het is natuurlijk altijd beter dat we veel karkassen of geraamtes hebben eigenlijk van de duif voor de smaak. Ik gebruik nu enkel de vleugeltjes, maar ik heb natuurlijk al een duivenfond gemaakt. Dus daar zit eigenlijk het meeste smaak in van de duif al. We gaan aan onze groentjes ook al een klein beetje laurier aan toevoegen. Twee blaadjes. Klein beetje tijm. Foulie of makkie, die vinden we heel veel in gepoederde vorm, maar dit zijn de gedroogde stukjes eigenlijk. Die doen we erbij en een paar peperbolletjes. We doen die twee vleugeltjes er ondertussen bij.
En we laten de groentjes nog even verder bakken, dat ze een mooie kleur krijgen. Dan heeft straks onze saus ook een mooie kleur. Maar altijd heel belangrijk, de sausen, neem een goede basis, een goede fond. Neem daar tijd voor thuis, want dat is gewoon de basis van je saus. Dan gaan we blussen. We gaan starten met een klein beetje Cabernet Sauvignon azijn, zoetzure azijn, gemaakt op basis eigenlijk van de druivenmost van de Cabernet Sauvignon druif. Klein beetje rode wijn. Een beetje bietensap aan toevoegen. En een beetje limoensap. Onze bietensap en ons limoensap is voldoende ingekookt. Nu gaan we de groentjes in de pot doen. We gaan bevochtigen met onze duivenfond. Dan gaan we een klein beetje water aan toevoegen en dan kunnen we dat laten inkoken eigenlijk tot onze saus klaar is. Voilà. Deze gaan we verder laten inkoken. Dan gaan we ondertussen alle paar van die kleine eekhoorntjesbrood kuisen. Deze gaan we kort wassen, want borstelen, daar is geen begin aan. En ik vind ook champignons die heel diep in het zand hebben gezeten, kort door lauw water. Snel eruit, niet te lang laten inliggen en dat is perfect. We gaan een kom nemen en een klein beetje lauw water in doen. Die seppes die kan je niet overal krijgen bij de groentenboer, dus het kan wel zijn dat die dat moet bestellen voor u. Nu gaan we nog de kontjes eraf snijden. Waarom snijden we die niet op voorhand eraf? Ja, als we ze dan gaan wassen, dan gaat de sep eigenlijk, of de eekhoorntje langs hier heel veel vocht opnemen. Dus snijden we de kontjes eraf. Dan gaan we ze in iets dikkere schijfjes snijden en klaarleggen voor straks om te bakken eigenlijk. Die zetten we aan de kant tot straks. Die zijn klaar. En dan kunnen we verder met onze aardappelbereiding. Wat hebben we daarvoor nodig? Dikke aardappelen. Wat gaan we maken? We gaan eigenlijk een terrine maken, vaak laten garen. Maar we gaan eerst op een Japanse mandoline, dat toon ik dadelijk, hele dunne lapjes maken allemaal. We gaan die op elkaar leggen en dan vacuumeren. En dan gaan we die garen. En als dat gegaard is, ga je zien, dat plakt mooi op elkaar. Al die schijfjes aardappel kunnen we mooi strak snijden en vormpjes uitsnijden. Dan gaan we aan de slag. We nemen onze mandoline. Dit is zo'n Japanse mandoline. Wat gaan we eerst doen? De kontjes van onze aardappel afsnijden. Dan gaan we ze schillen. We gaan dat proberen een klein beetje af te ronden. En dan kunnen we gaan draaien. Onze aardappel gaan we in het midden vaststeken. Mes er tegen en dan gaan we draaien. We hebben genoeg lasagneblaren, dan kunnen we verder gaan. Van alle mooie stukken gaan we ongeveer dezelfde breedtes op elkaar leggen. Wat belangrijk is voor die aardappelschijfjes, hier tussen doen we geen zout, want als we hier al gaan kruiden, dan gaat al het zout het vocht uit de aardappel trekken en dan gaat die niet meer kleven en dan hebben we straks een probleem als die gegaard is. Dus hier kruiden we de aardappel eigenlijk op het laatste moment. Zo, al onze goede lapjes die zijn gebruikt.
gaan er nog eens goed op duwen, dat alle lucht ertussenuit is. We snijden hem in twee. En we leggen de twee helften op elkaar eigenlijk, dat we een mooie dikke terrine krijgen. Dan nemen we een vacuümzakje. Normaal gezien gaan we nu vacuümeren en dan gaan we die een uurtje garen op 80 graden. Maar ik heb al eentje klaargelegd. Dan kunnen we verder. En dat ziet er dan zo uit. Die is gegaard, die aardappelen zijn zacht. Die kunnen we mooi strak bijsnijden in de vorm dat we willen. Hier gaan we iets dikkere plakken van snijden. En uit die plakken gaan we nu rondjes steken, die we straks krokant kunnen opbakken. Ik kan u thuis wel zeggen, ja, wat is nu het verschil met gewoon aardappelrondje en deze rondje? Ja, hier hebben we al die laagjes, hè. Dat hebben we anders niet. En dat is wel leuk om te kunnen zitten, te laten zien eigenlijk, dat er toch wel heel veel werk aan gedaan is. Als je daar thuis een variant op wil maken, dat kan perfect tussen elk laagje. Kan je perfect wat truffel tussen leggen als het niet op kan. Of een beetje spek, ook heel lekker. Aardappelspek erin heb je dan. Maar wij houden het gewoon eigenlijk bij de aardappel vandaag. We hebben nu voldoende rondjes en die gaan we aan de kant zetten en dan kunnen we verder gaan. Ondertussen starten we met onze bieten. Hier hebben we onze kleine shogia-bieten. Ja, dat is wel een rare naam. Wat het leuke aan die bietjes is, deze gaan we rauw gebruiken. Die gaan we flinterdun snijden en dan straks even marineren. Ik ga ze even open snijden. Dan kan u thuis ook zien, die bietjes die zijn gekleurd in twee kleuren van binnen. Wit en rood eigenlijk. Zo, onze bietjes die zijn geschild en die gaan we nu snijden op de snijmachine. Die schijfjes die zijn nu klaar en daar kunnen we nu een paar mooi rond van gaan uitsteken. Voldoende kunnen we nu aan de kant zetten voor het straks stresseren van het bord. Onze bieten die waren gaar, daar heb ik ondertussen mooie cilindertjes van uitgestoken en van de overschot gaan we een crème maken. De brokken biet die doen we in de blender. We gaan er een klein beetje ook van die Cabernet Sauvignon azijn aan toevoegen, dezelfde als van in onze saus. Er mag wel wat in, want dat is lekker als die bieten zo'n beetje zuur zijn. En de crème die gaan we een klein beetje opwerken met olijfolie. Die kunnen we dan laten draaien tot een gladde crème. Onze bietencrème die is klaar. Die is mooi lekker zacht van smaak, maar op het einde toch een beetje zuur door die azijn eigenlijk. Hè. We gaan het in een pipetje doen. Of een spuitfles. De crème is klaar. En dan gaan we kijken naar ons duifje. Die is ondertussen ook klaar. En alles eruit halen, plaatje laurier, teentje knoflook,
Dan gaan we ons duifje bakken. Die duif kunnen we nu rustig eventjes laten bakken. En zelfs voegen we een klontje boter aan toe voor de smaak. Dan zetten we onze pannetjes op voor onze groentjes. Ook een klein beetje olijfolie. Dan gaan we onze kleine seppen nemen, of eekhoorntjesbrood. Ook onze aardappeltjes die gaan we in de pan leggen. Onze seppen die gaan we al afkruiden met een klein beetje peper en zout. Beetje fijn zout. Ondertussen gaan we ook een paaltje nemen voor onze bietencilindertjes op te zetten. Een klein beetje water. Peper van de molen. En terug een snuifje zout. En een paar druppels van die azijn. En die gaan we terug op het vuur zetten. Ondertussen kunnen we onze aardappeltjes draaien. Voor de bietjes zetten we het vuur terug op hoog, zodat alle vocht verdampt is en dat die bietjes een klein beetje geglaceerd zijn eigenlijk door de suiker die aanwezig is in de azijn. Die aardappeltjes die zijn ook klaar ondertussen, die zijn mooi gebakken. Klein beetje zout aan te voegen. De bietjes zijn zo goed als klaar. Wat gaan we nu doen bij ons duifje? Op het laatste moment een klein klontje boter aan toevoegen. Waarom op het laatste? Anders gaat die boter aanbranden. Dat is bij elk vlees zo. Starten met olie te schroeien kan een veel hogere temperatuur eigenlijk aanvaarden. De bietjes die zijn klaar ondertussen. Dan ons duifje wat bedruipen met de boter. Je kan thuis ook perfect eerst het filet eraf snijden en dan zo even kort in de pan. Misschien een beetje sneller nog, dat kan ook. Die duif die is nu zo goed als klaar. Onze boutjes die zijn volledig gegaard in het ganzenvet. Die leggen we de laatste 5 minuutjes nog even bij in de pan en dan kunnen we het bord gaan dresseren. We nemen ons voorverwarmd bord. En dan gaan we starten met onze bietjes op het bord te leggen. We nemen onze cilindertjes. Hiertussen gaan we onze gebakken aardappelschijfjes plaatsen. We leggen er 3 per persoon op ons bord, dat is voldoende. Dan gaan we ons duifje nemen. Een beetje uitdruppen. Dan gaan we de vlees er mooi afsnijden. Dan gaan we onze duif dresseren op bord. De crème die we er straks gemaakt hebben van het eekhoorntjesbrood heb ik ondertussen in een spuitzak gedaan. En daar kunnen we mooie dotjes van spuiten op het bord. Daartussen gaan we onze kleine seppen dresseren. We gaan die ook altijd eventjes afdoppen. De seppen liggen erop en nu gaan we onze crème van rode biet, die is al een beetje opgesteven, nu gaan we er ook mooie puntjes van zetten. Dan hebben we nog onze rondjes van chogia biet. Daar gaan we een klein beetje azijn terug aan toevoegen en peper en zout.
En die gaan we ook willekeurig dresseren op het bord. Die staan erop. En dan hebben we als afwerking, als laatste, een paar scheutjes van amarant. Dezelfde kleur als de rode biet. En die gaan we ook een beetje willekeurig ertussen plaatsen. Als allerlaatste hebben we dan nog een krokant gebakken duivenbilletje. Die heb je dan een beetje droog. En die plaatsen we ertussen. Alsjeblieft, ons gerecht voor vandaag is klaar. We hebben het anjouduifje met de bereidingen van rode biet, crème van eekhoorntjesbrood en het gebakken eekhoorntjesbrood en onze gebakken aardappeltjes. Smakelijk!